aan het komen volgens mij. De kop is eraf. Oh nee, de kop loopt nog. Vanuit loopt er nog. Goedenavond, topnames iedere dinsdagavond vanuit de Waag op de Nieuwmarkt in Amsterdam. We praten met de voorhoede van Digitaal Nederland. Dan weet je dat, Daan, dat ben jij. Vet, mooie titel. Daan Sip, je bent van Social Influencers. Klopt. Een van de prachtige fenomenen van deze tijd vind ik dat er op YouTube helden opstaan die we een paar jaar geleden nog niet kenden. Ik ken ze nog steeds niet allemaal. Jij kent ze veel beter, want jij werkt ermee. Ja. Vertel even wat Social Influencers doet. Social Influencers is 2 jaar geleden opgericht en je kunt ons het best vergelijken met een platenlabel of een modellenbureau. Alleen zijn onze artiesten geen muzikanten of modellen, maar populaire videomakers op YouTube. En wat wij doen is, aan de ene kant helpen we die creators, zoals ze heten, heel actief verder om hun audience te verbreden. En aan de andere kant zorgen we ervoor dat ze ervan kunnen leven door ze te koppelen aan relevante merken bijvoorbeeld. Hey, waarom zitten jullie daar dan tussen? Waarom lukt deze populaire mensen op YouTube dat niet zelfstandig? Het zijn echt hele creatieve jonge videomakers die eigenlijk niets liever doen dan dat. Weet je, video's maken en met hun publiek in contact blijven staan, zeg maar. En het zakelijke gedeelte laten ze graag aan iemand anders over. Okay. Aan de andere kant, qua groeien, wij hebben heel veel kennis van hoe je op YouTube groeit. We zijn ook sinds kort certified partner van YouTube. En daar kunnen we ze dus heel erg mee helpen vanuit onze kennis. Maar aan de andere kant hebben we ook netwerkkracht. Dus we kunnen bepaalde cross-promoties opzetten, collabs tussen mensen, dat soort dingen. Waardoor je gewoon sneller groeit op YouTube. Ja. Hey, waarom ben je het gaan doen 2 jaar geleden? Is het een gat in de markt? Ik werkte bij een reclamebureau als creative director. En we werden uitgedaagd om de nieuwe vrij veilige campagne van Zoë Aids Nederland te bedenken. In 2011 was dat. En toen was het al dat heel veel jongeren niet meer naar televisie keken. Dus we moesten iets anders bedenken. En toen ontdekte ik een jongen op YouTube. Milan Knol heet hij. Het broertje van Ansel Knol die nu enorm populair is. En Milan die uploadde elke week een nieuwe video. En ik keek zo'n 100.000 andere jongeren naar. Dus ik dacht van ja, dat is super chill als Milan nou meedoet aan deze campagne. En op een of andere manier een vrij veilige boodschap in zijn filmpje stopt. Dan kan ik heel veel andere mensen bereiken. Ja, want je had het gelijk over 100.000 mensen per week. Hè? Ja. In de doelgroep. Ja. Ja, natuurlijk ja. Ongelooflijk interessant voor zo'n campagne. Voor zo'n eten was dat natuurlijk super interessant. Uiteindelijk hebben we 12 van die vloggers ingezet voor die campagne. Ja, dat was echt een mega succes. En hebben we ook... Nee, sorry, heb jij je buienalarm aanstaan? Nou, dat is een grap, het is nog grappig. Ik heb 2 plaatsen aanstaan. Even voor jouw beeld. Ik heb een kans op zware neerslag in Amsterdam. Ah. Rond 21:20 uur. Dus over 17 minuten gaat het regen. Ik zal even in mijn zak. Maar ik heb ook nog een melding steeds staan op Biddinghuizen. Ah. Van sinds Lowlands heb ik hier nog aanstaan. Dus ik krijg steeds, het gaat nu regenen in Biddinghuizen. Maar, dat is eigenlijk. Nee, maar dit geldt dus uit. Dat gaat door. Ja. Om een lang verhaal kort te maken. Er was een heel groot succes door met die vlogs te werken rondom die Vrij Veilig campagne. En toen ging naar mijn baas toe en zei ik van gast, weet je wel, dit is volgens mij iets waar we in moeten gaan duiken. Ik zie wat er in Amerika gebeurt, ik zie wat er in Engeland gebeurt. En als we daar nu heel veel liefde in Nederland in gaan steken, dan weet ik zeker dat het in de long run iets op gaat leveren. En hij geloofde er niet in en weet ik veel. En toen had ik zoiets van, ja, dan ga ik het zelf doen. Ja, toen zijn jullie Social Influencers begonnen. Ja. Volgens mij heb je inmiddels een kleine 80 mensen, creators noemen jullie ze, die dus video's maken. Ja, kun je er eens een paar noemen, die weer de bekende? Heel veel bekende. Marcia van Beautycloss, Cynthia van Miss Lipgloss, de jongens van StukTV, Frans van Foodgloss, wat het grootste foodchannel in Nederland is. De mannen van Soes, sinds kort. Echt een heel vette stad. Diana van Diaz for Dazzle. Een hele lijst. Wat voor bereik genereer je daar nou mee? Als we het hebben over views, even om een indicatie te geven. Ja, maandelijks genereren we zo tussen de 30 en de 40 miljoen views. Zo. Met die creators, 78 in totaal. Ja. Hey, kun je iets laten zien misschien? Niet iedereen kent deze namen. Ja, ik vond een showreeltje van jullie op YouTube. Misschien kunnen we daar even naar kijken. Komt-ie. Oh, play. Yeah.
als het goed is hoor je thuis wel het geluid, wij niet. En de mensen thuis horen ons dan ook niet. Jawel. Hey YouTubers! Ja, want je ziet dat zijn heel veel verschillende creators achter elkaar die allemaal toffe video's maken. Die focussen op verschillende verticals qua content. Beauty, fashion, lifestyle en food. En aan de andere kant fun of entertainment. En dat is meer de jongens, zoals de jongens van Stuk TV die dan elke week een opdracht van de kijkers uitvoeren. Wat mij wel nieuwsgierig maakte, wat je zei van wij kunnen heel veel van deze mensen ook nog heel erg helpen met hoe je op YouTube komt, hoe je je bereik kunt vergroten en uiteindelijk hoe je daar geld mee kunt verdienen. Is dat dan zo ingewikkeld? De perceptie is heel erg dat als je een mooie video maakt en je zet die op YouTube, dat het dan vanzelf gaat gebeuren. Maar dat is niet het geval. Er wordt 100 uur per minuut geüpload en het is... je kunt er heel veel aan doen om boven te komen drijven, zeg maar. Maar vertel eens, hoe doe je dat dan? Nou, YouTube is net als Google een algoritme. En het is dus heel belangrijk om goede keywords te gebruiken op de juiste momenten. Of op de juiste plekken in de titels, de videobeschrijving en de video tags bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over channel optimalisatie, playlists op de juiste manier inrichten. Zorgen dat mensen van de ene video naar de andere video gaan. Want YouTube gaat heel erg over watch time en niet zozeer over views. En samenwerking, een collabs tussen elkaar is iets wat heel goed werkt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Foodkloss, wat ik net zei, dat is een groot food channel. Foodkloss die kookt twee keer per week een recept, dat deelt ze met de kijkers. En in het begin hebben we heel veel populaire YouTubers bij haar in de keuken gekregen om samen met hun een video te maken. En die andere creators die gaan zo'n video dan weer tweeten en sharen en liken en commenten. En op die manier komt de audience van een grote vlogger op zo'n nieuw channel terecht. En blijft als het goed is hangen als je de juiste koppelingen maakt. En ik snap dat je visie is, maar jouw mensen zijn er ook wel toe bereid steeds om zeg maar hier een rol in te spelen, anderen aan bezoek te helpen, anderen aan kijkers te helpen. Voorstel dat je op een gegeven moment sterren krijgt in je eigen wereld, dat je denkt van ja, komen ze weer, moet ik weer zo'n nummer 80 van die nieuwe vloggers weer aan het publiek helpen? Het is een heel delicaat proces, want ik kan niemand verplichten om met elkaar samen te werken. Ik kan het alleen maar proberen te stimuleren en dat betekent eigenlijk dat we gewoon heel veel feestjes geven. Waar we al die creators bij elkaar uitnodigen en veel bier drinken en gezellig zijn met elkaar, waardoor er vriendschappen ontstaan of wederzijds respect. En dat soort dingen bevorderen de samenwerking natuurlijk enorm. Hey, van die 80 mensen, hoeveel leven er van de video's? De top 20, ja. En wat zijn dan de belangrijkste inkomstenstromen? Voor de top 20 creators heb je een aantal inkomstenstromen. De eerste is de pre-rolling die gedeeld wordt met YouTube. Wat ook geoptimaliseerd kan worden. We kunnen ook eigen campagnes, pre-roll campagnes zelf inboeken. Waardoor de CPM wat hoger is. Een andere inkomstenstroom is brand deals. Dus collabs met brands. En de echt grote die hebben hun eigen merchandising inmiddels. Marsje die geeft één keer per jaar een heel groot event. Kom twee heel dagen lang. Twee dagen lang de beurs van Berlage helemaal uitverkocht. Ja, en daar verdienen ze natuurlijk ook geld mee. Ja. Hey, je hebt nu 80 mensen in je stal. Je vergelijkt jezelf met de platenmaatschappij. Ja. Dat wordt niet een beetje veel? Nee. Is er een ruimte voor meer sterren, zeg maar? In de platenindustrie zou je kunnen zeggen ook, van je kan focussen op een paar namen. En hoe vaak kan je nieuwe platen uitbrengen? Hoe vaak kan je aandacht vragen aan hetzelfde publiek? Ja, ik begrijp precies wat je bedoelt. Voor ons is het in ieder geval zo dat wij alleen maar met de beste willen werken. Dus mensen met echt talent en die mooie content weten te maken. En dan maakt het me niet zoveel uit of ze dan veel views of abonnees al hebben. Ik denk dan dat ik met zo iemand kan werken en ervoor kan zorgen dat ze groter worden. Er zijn het. Dus 80 is wel een mooi aantal. En dan kan er wel iets groeien, maar niet heel veel meer groeien, zeg maar. Ja, je moet maar wel echt. Gaat het echt? Want er zit. Ik begrijp toch dat het wel heel erg ook om persoonlijke aandacht gaat. Ja. Hoeveel mensen werken er dan bij jou? Om even een indruk te krijgen van hoe dat dan werkt? Ik heb 5 mensen in dienst.
twee op sales. Eén iemand die echt sec partner manager is. Die dus alleen maar bezig is met de creators. De hele tijd afspraken met ze heeft. Ze verder helpt op het gebied van animaties en vormgeving. En met ze meedenkt op formats en dat soort dingen. Dat is iemand die wegkomt bij BNN. Oké, maar dat is ook echt een inhoudelijke focus. Ook echt inhoudelijk. Ja. Want wat we doen is, we gaan echt bij een creator kijken van oké, wat is bijvoorbeeld je watch time, weet je? En misschien is die watch time wel heel erg laag. En dan kun je, daar kun je conclusies uittrekken. Namelijk dat de content te lang is of te saai of dat mensen op een bepaald punt uitstappen. Hoe komt dat dan? En daar gaan we heel erg mee aan de gang, zeg maar. Ja. Hey, heb je, dit is voor het Nederlands publiek wat je doet. Heb je internationale ambities? Niet direct met social influencers. Maar wel mee dan? Met Influencer at Work. Dat is een nieuwe start-up die ik vorige week gereleased heb. Ja. En daarmee zou ik wel heel graag naar buitenland willen. Ja. Hetzelfde trucje is, klinkt een beetje onaardig, maar hetzelfde doen zeg maar, voor een internationaal publiek. Ja, Influencer at Work is eigenlijk echt puur techniek. Een influencer market exchange market, zeg maar. Dus merken kunnen zich aan de ene kant aanmelden en een briefing invullen. En dan in de marketplace bepaalde influencers erbij zoeken. En die gaan dan content maken en dat verspreiden. En dat wordt ook automatisch afgerekend. Dus dat is echt puur techniek en heel erg schaalbaar. En ik denk dat dat heel geschikt is voor een Europese uitrol. Ja. Maar net hebben we een primeurtje, want ik vorige week begonnen. Ik had het nog niet gelezen ergens. Nee, je hebt een primeurtje. Ja, nou laat dan de site maar even zien. Ik heb hem hier, dit is hem toch? Ja, klopt. Ja. Ja, super simpel. Rechts schrijf je in als merk, links als influencer. Ja. En ja, eigenlijk is het gewoon een matchmaking tussen merken en online content creators met een bereik. Zonder dat daar direct handenwerk aan te pas komt. Ja. Oké. Okay. En wat is van social influencers in Nederland jullie model? Ik neem aan dat jullie gewoon een percentage pakken van alle inkomsten die je mensen doen. Hoe werkt dat hier bij het internationale? Ook hetzelfde. Eigenlijk we zetten gewoon een percentage bovenop. Ja. Wat voor percentage is dat? Met Influencer at Work zijn we daar druk mee bezig, wat een goed percentage is. Bij social influencers is dat verschillend. Ja, dat hangt ook af van de populariteit. Maximaal? Wat maximaal? Maximaal 30% ongeveer. Ja, maar mensen die dus het heel goed doen, die kunnen onderhandelen en... Ja, dat wil ik nu niet zeggen. Doe laag, nee, doe laag. Zo werkt dat. Ja, zo werkt dat. Hoe nauw werk jij met YouTube samen? Heel nauw, ja. Ja, YouTube is in de eerste plaats een bedrijf wat mij 2 maanden nadat ik met social influencers was begonnen uitgenodigd had om in Londen langs te komen. Want daar zit een hoofdkantoor om te vertellen waar ik mee bezig was. En sindsdien supporten ze mij heel erg. Dit jaar zijn we certified partner geworden als een van de weinige partijen in Nederland. En ja, wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk, ik spreek heel veel op Google events over wat ik doe. Aan de andere kant komen er heel veel merken bij Google binnen. En Google verkoopt natuurlijk display. Maar zo'n merk wil vaak ook nog een stapje verder met content. En dan word ik vaak door YouTube aan tafel gezet met zo'n merk. Nee. Dus, Johan Schaap vraagt, zijn er bepaalde segmenten die jullie nu missen? Of waar je kansen ziet die nu niet benut worden? En heb je focus op bepaalde segmenten? Ja, de segmenten zijn dus beauty, fashion, lifestyle en food. En fun voor de jongens. Food was een onderontwikkelde vertical in Nederland. Er was eigenlijk geen food channel op YouTube. En daarom hebben wij Food Kloss ook zelf opgezet. Dus bouwen we ook eigen channels op binnen eigen beheer. En Food Kloss is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Maar Fem is een ander voorbeeld. En we zijn ook een strategische samenwerking aangegaan met Toevaloo. Om samen met hen een x-aantal channels binnen een aantal verticals op te zetten die nog onderontwikkeld zijn. Kun je daar een paar voorbeelden van geven? Paardenpraat TV. Ja, ik heb het gezien. Ik heb het gezien, het is een heel populair kanaal inmiddels. Ja, super populair. Ja. Ja, was het nog niet. Nee. Dus we dachten, ja, dan gaan ik wist we het al wel van de Olympische Spelen, waar ik destijds de kanalen voor maakte bij de NOS, dat paardensport... Een zeer grote groep hele trouwe kijkers heeft. Ja, mensen kijken ook alleen maar daarna, eindeloos, lang. Ja. Dus, maar daar zijn jullie nu met Toevaloo commercieel opgedoken, zeg maar. Eigenlijk komt het op neer dat er gewoon een channel opgezet is, Paardenpraat TV. En Esra, een meisje van 18, upload 2 keer per week video's.
Ja. Waarin ze van alles vertelt en uitlegt over de paardensport. Ja. Hey, wat ik nou wel interessant vind van dit voorbeeld met Tuvalu, Tuvalu, voor wie dat niet weet, is een klassieke, traditionele televisieproducent. Een van de top 5. Ja, maakt bekende televisieprogramma's. Ja. Jullie zijn echt de nieuwe wereld, laat ik het maar, en dat komt hier samen. Ja. Hoe zie jij dat in de toekomst zich ontwikkelen? Met name op die rol van die producenten. Want die zitten behoorlijk met de handen in het haar. Die worden fijn gemalen tussen de zenders en het publiek. Mm. Hoe zie jij zich dat ontwikkelen de komende tijd? Ik zeg altijd dat in de toekomst zal de televisie niets meer zijn dan het grootste beeldscherm in de huiskamer. En waar de content vandaan komt, maakt niet zoveel uit. Alle televisies worden aangesloten op internet. En je kan net zo goed een hele avond vullen met 5 documentaires op televisie op je grootste beeldscherm. En dat komt dan niet meer bij een zender of wat dan ook vandaan. Dus ik zie een democratisering van de televisiewereld. En dat gebeurt natuurlijk nu al. Dat is aangekondigd met de publieke omroep, toch? In 2016 dat de helft van het budget voor andere makers is. En ook van andere makers uiteindelijk die content. En jij denkt eigenlijk ook en vindt ook dat de makers die jij in jouw stal hebt daar in principe aanspraak op zouden moeten kunnen maken. Zeker. En die zijn daar zeker geschikt voor. Als je kijkt naar Francis van Foodkloss, die heeft gemiddeld 54.000 kijkers per video. Ja. En dat zijn kijkersaantallen die ze bij 24 Kitchen misschien niet halen. En de jongens van StukTV die halen 400.000 kijkers per video. En als je op Nederland 3 een programma hebt met een dergelijk kijkersaantal, dan krijg je een hand in een bos bloemen van de manager, zou ik maar zeggen. Ja. En nu werk jij samen met een van die traditionele producenten. Wat kunnen zij nou beter op dit moment nog dan jullie? Op welk gebied zijn zij beter? Nou, wij zijn in principe niet echt een producent. Ja, we maken wel eigen content, maar dat doen we dan wel op een... Nou, je verzint formats. Ja. Je hebt makers. Je begeleidt ze. Ja. Je doet de marketing en je helpt ze geld verdienen. Dat is wel ongeveer wat een producent doet. Ja. Maar een Tuvalu kan bijvoorbeeld... Die zijn beter ingericht op het produceren van content dan dat ik dat ben. En dat maakt het gewoon makkelijk om met elkaar samen te werken. Ja, maar ik snap het eigenlijk niet. Zij zijn er echt op ingericht om veel content te produceren. En ik heb bijvoorbeeld wel een cameraman, maar dat is een stagiair. Overigens een hele goede gast. Vince. De nieuwe producent heeft de cameraman en dat is een stagiair. Vince is echt een topper. Maar het is niet dat ik een hele batterij van cameramannen heb. En ook niet een hele editing suite. Maar je zou ze kunnen huren natuurlijk. Dat zou kunnen, maar dan kost het ineens weer heel veel geld bijvoorbeeld om zo'n channel op te zetten. En gaat het hier dan ook heel erg over budgetten? Dat jullie low budget bereik genereren, terwijl de producenten traditioneel natuurlijk op een heel hoog kostenniveau zitten? Sowieso. Hey, maar wat als je nou kijkt, hè? Want je zegt eigenlijk, wij doen het low cost, die anderen die doen dat zeg maar op de traditionele manier. Onze creators weten toch een heel groot publiek te bereiken. Ja. Wat is het dat die creators aansprekend bijzonder maakt? Dat is natuurlijk een beetje de X-factor, weet je wel. Dat is natuurlijk soms. Maar kennelijk is het niet. Het heeft er niks te maken met grote camera's, dure camera voor in belichting, et cetera. Nee. Spatten ze van het scherm af? Ja, meestal wel. En ze hebben een heel goed, vaak een heel slim formatje voor zichzelf bedacht, waar ze voor eeuwig mee door kunnen gaan. Dat is heel belangrijk op YouTube, dat de continuïteit gewaarborgd is. En je dus elke week met een nieuwe aflevering kan komen voor een hele lange periode. Maar YouTube is in 2005, 2006 opgezet. En dat was toen echt gewoon een platform waar je video uploadde. En dan kon je het delen met je vrienden en familie. En als je rond kon skaten, dan had je heel veel views, zeg maar. En die tijd is nu wel heel erg voorbij. Dus de kwaliteit van de content wordt wel steeds belangrijker. Het moet wel wat meer richting de televisie aangaan, zeg maar. Ja. Hey, je hebt steeds over zeg maar 2 filmpjes per week produceren, bijvoorbeeld. Ja. YouTube heeft ook steeds meer mogelijkheden om dingen live te doen. Ja. Doen jouw mensen dat ook? Speelt dat ook een belangrijke rol voor hen? Dat speelt nog niet een hele belangrijke rol, maar er zijn er steeds meer die daarmee experimenteren. En dat wordt ook heel erg door YouTube aangemoedigd. En het werkt ook heel erg goed. Heel veel kijkers en die echt gedurende echt een uur naar je zitten te kijken. En heel veel interactie live ook. Ook real-time interactie? Ja. Ja. Okay. En we werken nu voor de Weekamp. En we zijn samen met de Weekamp en een x-aantal creators uit de social influencer stal hun channel aan het opbouwen.
En daar horen ook live hangouts bij, bijvoorbeeld, op hun channel. En dat is natuurlijk heel leuk, want Marsha bijvoorbeeld, die zit dan in een live hangout uitgezonden op het channel van Weekamp. En vanuit haar eigen channels, social channels, jaagt ze zoiets aan. En dat publiek blijft dan, als het goed is, ook weer bij de Weekamp hangen. Dat zijn van die trucjes. Ja, hey, alles op YouTube doen, zit er ook een gevaar in? Ja. Afhankelijkheid van YouTube? Ja. Platform dependency. Ja, nee, dat is zeker het geval. YouTube is alleen wel op dit moment gewoon de machtigste en het grootste videoplatform wereldwijd en ook in Nederland. Dus ik zie niet heel snel dat gaat veranderen. Aan de andere kant is het zo, mocht er een concurrent opstaan en onze creators willen daar naartoe schuiven, dan kan ik met hun meeschuiven, zeg maar. Ik ben niet heel afhankelijk. Maar wat zeg jij tegen je creators? Want bijvoorbeeld, hè, ik ken ze niet allemaal, maar toevallig ken ik Cynthia, Miss Lipgloss en Beauty Gloss, Masha wel. Maar die hebben hele eigen, die hebben populaire eigen sites ook. Hè? Ja, dus ja, populaire blogs. Ja. Dus die hebben eigenlijk een plek waar ze hun fans kunnen bedienen. Zeg jij tegen die andere mensen ook, zorg altijd dat je naast YouTube bouwt aan een eigen plek? Nee, want Foodgloss hebben bijvoorbeeld gewoon, dat is echt YouTube-only, zeg maar. Er is geen blog of website of niks hoort erbij. Uiteindelijk is het zo dat mensen zich abonneren op een channel. En als er een nieuwe video live komt, krijgen al die abonnees vlaggetjes en e-mailtjes en dingetjes. En zo kun je ze uiteindelijk toch op die content wijzen. Hoe kijk jij naar de toekomst van betaalvideo? Subscriptions tegen betaling of betalen voor events? Dat doe je nu allemaal niet, hè? Want op dit moment biedt YouTube, het zit er wel aan te komen volgens mij in Amerika. Ja, dat is al heel lang. Dat zeggen ze al heel lang, maar ik heb het gevoel dat in Amerika, ik weet niet of het al bestaat daar, maar ik heb het nog niet gezien. Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat het wel iets is wat zou kunnen werken, ja. Ik denk wel dat de kijkers van bepaalde vloggers een paar euro per maand ervoor over hebben om elke dag een nieuwe video te kunnen zien, bijvoorbeeld. Ja. Maar zijn jullie daar actief naar aan het kijken? Of... Nee, nog niet. Het zou natuurlijk wel een interessant businessmodel kunnen zijn, aanvullend op wat je nu doet. Zeker. En de volgende gast is volgens mij helemaal thuis in, in die markt. Ja, ik denk dat het super interessant is. De vraag is alleen, wat ga je bieden waarvoor mensen willen kijken? Dat is het een beetje. Kijk, als het eenmalig is bijvoorbeeld, dan moet je wel echt iets heel bijzonders doen om ervoor te zorgen dat mensen daarvoor willen betalen. Want als je precies hetzelfde doet wat je al dagelijks doet, ja, dan is er geen reden om voor te betalen. Ja, hey, hoe werkt dat met die creators? Want ik neem aan dat liggen daar contracten onder of zijn dat losvaste win-win overeenkomsten? Nou, jullie... Nee, dat is echt. Iedereen staat onder contract. En dat is een aantal dingen zijn op exclusiviteit gebaseerd. Onder andere het aandragen van merkkoppelingen is bijvoorbeeld exclusief. We willen niet dat iemand anders dat ook zou kunnen doen. Maar het is in principe ook heel logisch. Wat doe je daarmee met merkkoppelingen? Een relatie met een bepaald merk? Nou ja, stel dat L'Oréal iets wil doen samen met Marsha, iets tofs. Dan loopt dat wel via mij en niet via een andere partij, zeg maar. En dat is naar mijn mening heel logisch, omdat we Marsha ook heel actief verder helpen in haar groei en het uitbouwen van haar bereik, et cetera. Dus dat is dan iets wat daarbij komt kijken. Ja. Oké, en dan ontstaat er natuurlijk concurrentie tussen de verschillende clubs, hè? Ik neem aan dat jullie niet de enige zijn in Nederland. Nee. Wie zijn op dit moment je belangrijkste concurrenten? Ik heb niet echt hele belangrijke concurrenten. Oké, zo mag je het horen. Ja. En wat er is, dat verpletteren we. Er zijn andere partijen die heel erg op het MCN-gedeelte zitten. Het multi-channel netwerk verhaal. Dat zijn meer content-aggregatoren. Ja. In tegenstelling... Ja, dan heb je het bijvoorbeeld over Zoom in TV. Bijvoorbeeld, dat soort partijen. In tegenstelling wat social influence doet, die de groep enigszins beperkt houdt en daardoor heel erg met kwalitatieve content creators werkt. Het zijn clubs als Maker Studio of Fullscreen uit Amerika. Die hebben duizenden channels die ze moeten managen. Nou, je kan je voorstellen dat als je een of ander klein channel hebt getekend bij Maker in Nederland, en Maker is een Amerikaans bedrijf, dan is daar verder geen enkele hulp of service of wat dan ook. Het gaat gewoon puur om die views. En dat is dan voornamelijk ook hun verdienmodel. Hey, als we op jullie YouTube-kanaal heb je een aantal case-video's staan. Ja. Welke zouden we nou even moeten kijken? Waar ben jij het meest trots op? Ik weet niet welke case-video's erop staan. FC Baard. FC Baard is wel echt super vet inderdaad. Ja? Zullen we een stukje kijken? Ja, is gemaakt door BruTV.
Ook hier. FC Baard. Ja. Het verhaal van 16 kaaskoppen bij Ardehandspoor. Onze groep. Over gezonde strijd. Kan we godverdomme winnen vandaag? Professionele coaching. Lijnen. Lekker Jim, kom maar. Maar vooral broederschap. Want voetbal is veel meer dan 90 minuten. Voetbal gaat over vriendschap. En dat kan ver gaan. We gaan met z'n allen naar 7, jongens. In 4 afleveringen volgden we FC Baard op weg naar het kampioenschap. Hun reis naar Servië en de zoektocht naar hun verloren trainer. We zijn gewoon doorheen gelopen zonder dat ze het in de gaten hebben. Tienduizenden voetballiefhebbers volgden de webserie van FC Baard op het YouTube-channel van de KNVB. Verschillende media hebben de serie omarmd. En wordt wegens succes dan ook vervolgd. FC Baard is een productie van... Valt me tegen. Ik had meer verwacht. Ik had meer gehoopt. Ja, dat heb je soms. Hè. Dat is, voetbal, het is gewoon voetbalavond. Hè. Ja, ook, dat speelt ook altijd ook een rol. Ja, je moet niet vergeten dat Ajax al met 2-0 achter staat tegen Barcelona. Dus er zijn toch wel een hoop mensen. Die zitten in de gut. Ja, die zitten erg te balen. Hey, als we even iets breder trekken. Andere mensen die met video bezig zijn, met YouTube bezig zijn. Wat zijn de belangrijkste lessen die jij hun kan leren? Mensen die nu zitten te kijken en later om die man kijken. Jeetje. Oh ja, maar op welk gebied bedoel je dan? Ik bedoel... Niet over de filmpjes eigenlijk, maar als ik jou hoor praten, dan zeg jij eigenlijk heel veel eromheen. Wat je om het te optimaliseren, je YouTube-kanaal. Dus je kan heel veel winst halen uit andere dingen dan alleen je filmpje. Ja, klopt. Nou, mijn advies voor mensen die heel erg gepassioneerd zijn over het maken van video's op YouTube, en dat met een grote regelmaat doen, bel mij. Ja. Ja, dat is wel een zakenman. En die regelmaat... Nou, zelfs zakenman geeft al één tip. Ja, regelmaat hij moet het zo wel delen. Maar nog één keer, die regelmaat is het allerbelangrijkste, geloof ik. Hè? Nou, niet het allerbelangrijkste, maar wel een van de meest belangrijke dingen, inderdaad. Ja, je kunt niet een YouTube-channel beginnen en de belofte richting je kijkers doen van... Nou, er komt zo nu en dan eens een keer een filmpje. Want dat is niet... Dan ga ik me daar niet op abonneren over het algemeen. Maar je hebt toch het rare van abonneren is toch juist, je hebt eigenlijk geen last van als die niet komt, want je ziet er vanzelf als die er weer is. Ja. Dat was vroeger de winst van RSS-feeds, zeg maar. Ja. He, want je hoeft niet steeds op zoek, je hoeft niet steeds naar de site, maar je ziet het gewoon langskomen. Ja, klopt. Maar toch, en dat is heel raar, want we zeggen allemaal van ja, jongeren zijn klaar met het lineair kijken van televisie, et cetera, et cetera. En ze kijken ook bijna geen televisie meer. En toch vinden ze het heel belangrijk dat er op een vaste dag, op een vast tijdstip, weer een nieuwe video voor ze klaarstaat. Dus op een of andere manier is dat heel erg belangrijk. Ja, ja. Tenminste, dat is in ieder geval jullie ervaring. Dat is in ieder geval onze ervaring, ja. 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 Hey, dan nog even over jouw bedrijf, Social Influencers. Waar, je vertelde net, je hebt een internationaal platform gelanceerd. Ja. Wat zijn jullie ambities verder? Wat ga je ons vertellen als je hier over 2 jaar weer zit? Waar sta jij dan? Ik denk dat wij dan een hele belangrijke destination zijn geworden voor jongeren en jongvolwassenen online. De aansluitend vraagt Johan Schaap, heeft een vraag. Of een channel met 2 grijze heren die regelmatig uitzenden, iedere dinsdagavond om 9 uur. Of dat kansrijk is. Ja. Nou ja, ons is veel te lang. Mensen haken bij ons af naar een kwartiertje. Ja. Oh, dat maakt er niet uit. Nou, misschien vindt hij er ook wat van. Ja. Ja, ik vind er zeker wel wat van. Ik zal jullie straks wat tips geven. Mag ook. Oké, doen we na de lieve. Oké, super. Okay, dankjewel. Graag gedaan. Man. Jullie bedankt. Ja. Leuk. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk je live. Blijf hangen straks. Claim hier een prachtige dienst die het je mogelijk maakt om bijvoorbeeld geld te verdienen met on-demand of een live video. Bedanken Streamzilla die ervoor zorgde dat jullie de stream live konden bekijken. En op ons YouTube kanaal kun je alle video's terugkijken. En natuurlijk via fastmovingtargets.nl. Tot zo of tot later. Dag.